Een hele goede ochtend, middag of avond, wanneer je deze podcast ook luistert. Heel erg leuk dat je hier weer naar luistert, de Podcast Masters Podcast. En vandaag heb ik een hele leuke gast. Het is Brigitte Ars van de Avontuurlijk Leven Podcast. Welkom Brigitte. Welkom, dank je. Ja, hartstikke leuk dat je hierbij bent. Even voor degenen die jou niet kennen, Brigitte. Zou jij misschien jezelf even willen introduceren? Ja, mijn naam is Brigitte Ars en ja, ik heb altijd een obsessie gehad met alles wat met avontuur te maken heeft. Ik ben een aantal jaar geleden begonnen met een boek over avontuur. Nou, dat is toen een beetje vastgelopen, maar toen had ik zoiets van, nou, ik ga een platform beginnen over avontuurlijk leven. Dat is Alice Goes Wild en Alice Goes Wild, het richt zich een beetje op vrouwen, maar er zijn ook veel mannen lid die mij volgen. En daarin schrijf ik alles wat te maken heeft met avontuur en avontuurlijk leven. Dus er staan allemaal tips op die je kunt doen op het gebied van avontuur. Veel dichtbij. Waar kun je leuk gaan wildzwemmen? Wat zijn leuke routes om te lopen? En tegelijkertijd gaat het ook over avontuurlijke mindset. Dus hoe laat je je perfectionisme los? Wat is serendipiteit? Dus... Dat aspect zit er ook bij, avontuurlijk werken bijvoorbeeld. En ik ben sinds november dus begonnen met de Avontuurlijk Leven podcast. En dat is eigenlijk een soort, toch een beetje een aanvulling op het platform, op het avontuurlijk leven, op Alice Goes Wild platform. Ja, super, super gaaf onderwerp om over te podcasten natuurlijk. Je bent inderdaad in november begonnen met je eigen podcast. Wat was voor jou... de aanleiding, waarom ben je gaan podcasten en niet bijvoorbeeld een nieuw boek gaan schrijven of video's gaan maken voor een YouTube-kanaal, of misschien doe je dat wel, maar wat was voor jou de reden om specifiek voor podcasten te kiezen? Nou, ik vond allereerst dat het op een platform een nieuwe dimensie eigenlijk gaf, dus het was weer iets anders dan artikelen schrijven en het leek me heel erg leuk, ik ben ook daarin wel avontuurlijk, om gewoon eens iets te doen wat ik nog nooit eerder had gedaan. Dus een podcast maken was voor mij eigenlijk in eerste instantie ook uit de comfortzone. Ik ben van mezelf uit niet bijzonder technisch. En ik heb altijd het idee dat laptops bij mij kapot gaan en zo. Maar ik dacht van, nou, als ik dit nou eens gewoon ga doen, dan kijken we hoe ver ik kom. En ik merk dan ook van op het moment dat je daarmee bezig bent, dan gaat dat ook wonderbaarlijk goed. Ik ben toen ook bij jou natuurlijk die cursus gaan volgen en... Ja, uiteindelijk kwam er een podcast uit. Dus en ik vond het thema heel interessant. En daarnaast was het voor mij ook een manier om me weer te verbinden met nieuwe mensen. Om weer een netwerk op te bouwen. Ik heb ook veel mensen gesproken die, die boeken hebben geschreven. Of die er op een psychologische manier mee bezig zijn geweest. Margriet Sitskoorn, Tim Voors. Dus... Ook allemaal een beetje bestsellerschrijvers en bekendere psychologen. En dat gaf er gewoon een hele andere dimensie aan mijn podcast of aan platform. Ja, maar je gaf het eigenlijk al aan. Hè? Ik kan me dat ook nog herinneren. Je gaf van tevoren aan van ik ben niet technisch aangelegd. En ik zie daar toch eigenlijk ook wel tegenop. En je bent toch je eigen podcast gestart. Heel veel mensen zien op tegen die techniek. En jij bent toch begonnen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Ik denk dat er een heleboel ligt bij die comfortzone. En ik ben natuurlijk vanuit mijn avontuurlijk denken ben ik heel erg bezig met de comfortzone. Dus het gaat heel erg over, gaat avontuur aan. En wat je vaak merkt is mensen toch veel belemmerende overtuigingen hebben. Dat ze denken van, nou, ik kan het niet. Ik ben niet technisch genoeg. Of mij lukt dat niet. Of ik kan niet goed interviewen. En tegen die mensen zou ik zeggen van, nou... Ga het toch gewoon doen, want je merkt dat je juist als je eenmaal bezig bent, je leert het onderweg eigenlijk. Dus het is niet dat het dan gewoon vanzelf gaat, maar het is wel dat al gaandeweg dat je dan een heleboel dingen oppakt en dat het dan steeds beter gaat worden. Dus als ik nu al kijk met mijn 11e podcast, nou, die is al stukken beter dan die eerste podcast, waarin ik toch nog een beetje als een hark erbij zat, om het zo maar te zeggen. Dus dat is heel belangrijk. Gewoon doen, dan gaat het vanzelf. Ook heel erg voor ogen houden van wat wil je eigenlijk met die podcast. Voor mij is het echt, misschien toch de expert worden in Nederland op het gebied van avontuurlijk leven. En ik heb bijvoorbeeld ook op mijn op een spiegel of op een muur heb ik 2 geeltjes opgehangen. En de ene geeltje staat van, nou, als ik niet ga podcasten, dan ben ik hier over een jaar. En als ik wel ga podcasten, dan is dit waar ik over een jaar wil zijn. Dus dan gaat me dit allemaal brengen. Dus dat is ook een manier. En ja, wat ook een manier voor mij was wel om die comfortzone uit te komen, was toch het zoeken van een mentor, een leermeester. Nou, in dit geval heb ik dat bij jullie natuurlijk gedaan, bij de Masters podcast. En ja, ook echt wel een moment prikken. Ik heb het op een gegeven moment aan iedereen aangekondigd van, nou, ik ga een podcast maken. En uiteindelijk heb ik gezegd van, nou, ik wil dat die in november online komt te staan. Dus ja. En ja, uiteindelijk is dat je dus ook gelukt. Uiteindelijk is het gelukt. Ja, en je zit hier in de Podcast Masters podcast. En ja, ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Vind je jezelf dan ook een podcastmaster inmiddels? Ja, vind ik eigenlijk wel, ja. Want ik merk dat het steeds beter gaat. Ik leer nog wel van alles. Ik hoef het ook niet perfect te doen, merk ik. Ik merk het moment dat ik neig naar perfectionisme, dan gaat het mis. Dat is misschien ook iets wat er een beetje uit avontuur komt. Van het moment dat je heel perfectionistisch bent, dan kan het ook verlammend zijn. Dus voor mij zijn dingen op een gegeven moment ook wel goed genoeg. Want ik heb ook wel toch wel een beetje die perfectionist in mij. En het is nu goed genoeg. Ik krijg er veel reacties op. Ik heb 1100 downloads per maand inmiddels. Dus het is behoorlijk aan groeien. Ik ben ook gaan samenwerken met Columbus Travel, dus met het reismagazine. Nou, dat heeft voor mij ook natuurlijk heel veel opgeleverd, dat ik samenwerk met een reismagazine. En ja, ik vind wel dat het inmiddels, dat ik inmiddels toch best wel wat heb neergezet met de podcast. Ja. En wat mij wel echt heeft geholpen is dat hele technische gedeelte, want dat vond ik zelf dus wel lastig. Maar ik heb nog steeds dat ik sommige lessen gewoon telkens nog eens een keer bekijk. Van hoe doe ik nou eigenlijk dat editen van die podcast uiteindelijk? Nou, hoe werkt dat dan met ruis? Hoe werkt dat met, nou, noem maar op. Dat zijn dingen wat ik gewoon standaard nog even bekijk voordat ik hem eigenlijk schoonmaak om te publiceren. Ja, je hebt al hele interessante dingen gezegd, ook over je expertstatus, over een samenwerking met een reismagazine. Allemaal super interessant, daar wil ik natuurlijk ook straks alles over weten en ik weet zeker de luisteraars ook. Nog heel even terug naar het begin, want je hebt het format gekozen om met name interviews te doen. Wat heeft jou dat, waarom heb je dat format gekozen? Ik denk dat ik ervoor heb gekozen omdat ik heel nieuwsgierig ben naar hoe andere mensen denken. Dus ik heb zelf natuurlijk ook wel mijn expertise en ik profileer me ook wel als expert. Maar ik ben ontzettend benieuwd naar de leefwereld van anderen. En dat kunnen experts zijn. Dus bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn die dan iets vertelt over het avontuurlijke brein en hoe je uit de comfortzone gaat. En waarom dat zo belangrijk is om uit de comfortzone te gaan. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Tim Voors, die heeft die bestseller alleen geschreven. Hoe is dat dan om een half jaar je gezin te verlaten en te gaan wandelen in de Pacific Crest Trail, om die te gaan bewandelen, in je eentje. Terwijl je weet dat thuis je gezin dus gewoon met de dagelijkse dingen bezig is. Nou, dat vind ik heel interessant om die manier van kijken, dat perspectief, om daar meer van te weten. Dus dat is het. En tegelijkertijd is het opnemen van interviews. Daardoor krijg ik ook weer veel nieuwe informatie. En die informatie kan ik ook gebruiken op mijn platform in artikelen. Ik ben ook een boek aan het schrijven. Daar gebruik ik ook de interviews voor, de informatie uit de interviews. Dus het levert mij ook wel heel veel nieuwe kennis op. Ja. Dat is denk ik de belangrijkste. En het is ook wel een netwerk, ja. Ja, dus, en voor mij is het ook een soort verzameling van allerlei verhalen. Ik zie het ook haast als een soort schatkist beginnen te worden. Een verzameling van allemaal verhalen die ik via die podcast aan het verzamelen ben. Die straks, die allemaal bij elkaar komen te staan. Ja, mooi. Ja, mooi hoe je dat zegt. Een schatkist, ja. Dat heeft je inmiddels inderdaad al heel veel opgeleverd. Nou, komen we zo meteen nog op terug. Ja. Nog even weer terug naar de keuzes die mensen gaan maken als ze een podcast starten. En jij hebt bijvoorbeeld kiest ervoor om 1 keer in de 3 weken een aflevering te publiceren. Wat vind je van die frequentie? Ben je daar tevreden over? Vind je het lastig? Hoe werkt dat voor jou? Ik vind het eigenlijk net iets te weinig. Maar ik denk in mijn samenwerking met Columbus op dit moment is het even voldoende. Zeker totdat ik mijn boek af heb. Daarna wil ik wel weer wat meer gaan publiceren. De podcast. Ik zou het liefst teruggaan naar eens in de 2 weken of eens per week. En dan ook solo afleveringen gaan doen. Dus dan leeft het meer bij de luisteraars. Dus dat, in die zin vind ik het net iets te weinig. Maar het is nu gewoon even heel praktisch dat ik en mijn platform heb waarvan een nieuwsbrief ook eens in de 3 weken uitkomt op dit ogenblik. Ik geef ook workshops in avontuurlijk schrijven en Adventure Quest workshops. Dus... En ja, daarnaast werk ik ook nog een paar dagen per week op Breda University, op de afdeling toerisme. Dus ja, het is best veel. Ik vind het ook allemaal heel erg leuk, dus het voelt niet als te veel. Maar het is soms een beetje doseren en het is ook wel dingen loslaten. Ja, ook dat hoort weer bij avontuur. Dat je soms denkt van oké, het kan nu even niet eens per week, maar misschien komt dat straks alweer. Dus ik dein een beetje mee op de golven van mijn leven. Ja, precies. Nou, lekker avontuurlijk. Ja. Kun je ons eens meenemen van in het proces, zeg maar, dat jij gaat podcasten? Want heel veel mensen die denken dan ook van, oh ja, maar wat dan precies? En inspiratie en hoe ga ik dat precies doen? Dus je hebt een idee om een podcastaflevering te doen, bijvoorbeeld om iemand te gaan interviewen. Hoe ziet het er dan voor jou uit vanaf het idee tot daadwerkelijke publicatie van je aflevering? Ja, het idee ontstaat eigenlijk op 2 manieren. Het eerste is dat ik altijd wel met een antenne rondloop van wie is er interessant om te interviewen. Er zijn ook vrienden die mij mailtjes sturen van nou, of een appje sturen van nou, is deze persoon niet iets voor jou? Dus Columbus voedt mij ook af en toe met ideeën. En tegelijkertijd kijk ik ook heel erg naar de diversiteit. Dus ik heb nu bijvoorbeeld iets over avontuurlijk werken heb ik gehad. Vond ik ook eens een heel andere invalshoek. Ik heb een podcast gedaan over reizen met kinderen, over avontuurlijk reizen met kinderen. Dus kinderen die het avontuur met de paplepel ingegoten krijgen. Nou, dus daar kijk ik ook een beetje naar. Ik kijk ook naar wat past bij het seizoen. En ik probeer vooral inderdaad die schatkist te vullen. Dus divers te maken. Dus ik doe het niet alleen over wandelen, wandelreizen of pelgrimstochten bijvoorbeeld. Dat is trouwens wel een heel goed beluisterde uitzending geweest. Maar ik vind het dan ook leuk om een andere keer iets heel anders te doen. Over avontuurlijk werken, of over fietsen, of over mindset, of over, ja, misschien wel over perfectionisme loslaten. Dus het kan van alles zijn. Ja, avontuur als het, dichtbij. Ja. Als het maar dus hè, want als je nog wil starten met je podcast, is superbelangrijk om een rode draad te hebben. Bij jou is die rode draad heel duidelijk en dat is namelijk avontuurlijk leven. Ja, avontuurlijk leven. En dat houdt in voor mij dat het vaak gewone mensen zijn die bijzondere dingen doen. Of mensen die anders dingen doen. Dus op een andere manier werken of een andere manier leven. Of anders denken ook. Anders denken en doen. Ja, geweldig. Echt zo gaaf waar je over podcast. Zo'n cool onderwerp. Heb je wel eens een gebrek aan inspiratie? Nee, eigenlijk nooit. Nee, ik merk als je eenmaal een soort passie voor een bepaald onderwerp ontwikkelt, en dat heb ik heel sterk voor alles wat met avontuur en avontuurlijk leven te maken heeft, ja, dan komt de inspiratie vanzelf. Ik leef het, ik ben het ook meer nog gaan leven. Ja, het zit zo in mijn systeem en ik zie het dan overal om me heen, zie ik wat er nou eigenlijk avontuurlijk is en wat het niet is. En ja, het vasthouden aan routine en zekerheid en veiligheid, dat is het vaak niet. Hoewel, routine heb je ook nodig, dat weet ik. Want ik moet ook routinematig moet ik schrijven. Maar juist als je uit die comfortzone gaat of uitdagingen aangaat, ja, dan gebeurt er zo ontzettend veel. Ja. Dus dan heb ik ook genoeg inspiratie. Ik kan er zoveel onderwerpen bij verzinnen die leuk zijn voor zo'n podcast. Dus... Eigenlijk lukt het altijd wel, ja. En ik merk ook dat veel mensen het echt een heel leuk onderwerp vinden. Ook als ik ze benader om te interviewen. Dan heb ik toch zo'n gevoel van, oh, zij willen hier best wel bij horen. Ik weet bijvoorbeeld iemand als, ja, Margriet Sitskoorn is heel moeilijk te benaderen. En ze zei gewoon volmondig ja. En dat is fantastisch. Dus, ja. Ik denk, hè, om daar nog even op terug te komen, je zei al eerder dat je bestseller-auteurs in jouw podcast hebt geïnterviewd. Dat iedereen toch wel heel erg nieuwsgierig is hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja, nou het is ook wel omdat ik samenwerk met Columbus Travel. Ja. Dus dat is ook een beetje een visitekaartje. Ik ben inmiddels ook redacteur van Columbus Travel, mag ik me noemen. Dus dat helpt al. Ja, ik denk ook wel door ervaring in het verleden als journalist. Ik heb jarenlang als journalist gewerkt, dat ik ook redelijk weet hoe ik het moet benaderen. En het gaat er denk ik heel erg om dat je ook het belang van die persoon zelf, of voor die persoon zelf duidelijk maakt. Waarom het voor die persoon zelf fijn is om in die podcast te komen. Dat het een belangrijk onderwerp is, dat je mensen wilt inspireren. Wat ik zelf ook heel erg wil met die podcast is ook een positieve impact op de wereld hebben. Dus inderdaad iets van andere manieren van werken, dat het ook vanuit huis kan. Of dat het, dus die positieve impact is ook belangrijk. Dus het is voor mij ook een heel positief verhaal. En ik merk als het zoiets positiefs is, dat mensen daar ook graag bij willen horen. Ja, en ja, ik merk op een gegeven moment dat ook wel. Dan heb je een aantal mensen geïnterviewd. En ik had in eerste instantie Margriet Sitskoorn en Tim Voors. Dat zijn twee bekende namen. Ja, dan kun je ook weer wat laten zien. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dus ik heb nu bijvoorbeeld voor de volgende podcast Josephine Rombout. En zij gaat vertellen over leven op het kasteel in Schotland. Zij heeft gewerkt op een Schots kasteel. En heeft er ook 3 bestsellers over geschreven. Over leven op Cliffrock Castle. Ja, dan is het toch wel weer wat makkelijker, merk je. Omdat je toch al namen in je podcast hebt gehad. Ja. Ja, en iedereen die is nu natuurlijk nieuwsgierig van... ja, maar hoe krijg je dan die eerste naam erin? Ja, hoe pak je dat nu aan, zo'n eerste... Maar jij zegt gewoon positief zijn, geloven in je verhaal... je passie overbrengen, dat is eigenlijk wat ik van je hoor. Klopt dat? Ja, ik schrijf ook echt wel... Met zo'n eerste mail ben ik ook echt een hele dag bezig geweest. Ja, en er zitten heel veel lagen in. De eerste laag is de eerste alinea. Die moet al heel pakkend zijn natuurlijk... En dan ga je wat meer afpellen of zo. Dan komen er onderin minder belangrijke dingen. Je eigen ervaring en zo. Maar goed, dat zijn allemaal dingen wat wel belangrijk is. Maar het gaat vooral om je inleven in de ander. Een stukje empathie eigenlijk. Inleven in die ander. Van waarom zou die ook graag in jouw podcast willen aansluiten? Dus het gaat niet zozeer over wat jij wilt. Maar het gaat ook over wat de ander zou willen. En waarom die zo goed in jouw podcast past. Ja. Ik denk dat eigenlijk het belangrijkste is. Ja, ja, dat vind ik ook echt een hele mooie. Want inderdaad, ik krijg ook regelmatig verzoeken... meerdere malen per week of ik in een bepaalde podcast wil... of ik iets voor iemand wil doen. En dan is het heel vaak alleen maar van... wil je dit doen? En dan denk ik, ik krijg zoveel verzoeken. Ik kan onmogelijk op alle verzoeken ingaan. Maar inderdaad, als er al in staat van... voor mij gaat het vooral toch wel ook om een stuk passie... maar als je inderdaad ook een win-win situatie van kan maken, is dat natuurlijk ook heel erg goed. Dus ja, precies. Goede tip. Ja. Als je kijkt naar jouw cijfers, hè, jij gaf aan van 1100 downloads op dit moment per maand. Zie jij nou ook bepaalde afleveringen die wel of niet goed werken? Of bijvoorbeeld titels van podcasts? Ik krijg er altijd zoveel vragen over. Dus wat is jouw ervaring daarin? Ik merk wel dat wat... prominentere namen. Je had bijvoorbeeld 2 maanden geleden Tamar Falkenier. Dat was ook ineens een bestseller-auteur. En die heb ik toen... volgens mij op woensdag heb ik de uitgeverij benaderd. Want dat heb ik via de uitgeverij gedaan. En ik heb haar vrijdags geïnterviewd. En ik heb zaterdag de podcast erop gezet. Dus dat was een heel snel proces. En dat ging zo snel. Want ze stond ineens ook in de top 50. En ze heeft ook een heel gaaf verhaal. Want... haar boek Fulltime Avonturier is... ja, dat is een bestseller inmiddels in Nederland. En ik merk, zoiets wordt dan echt wel heel veel geluisterd. Miriam Lancewood ook, die is bekend van Floortje Dessing... van Het Einde van de Wereld, leeft in de wildernis in Nieuw-Zeeland. Dat zijn wel de verhalen die het heel goed doen. Dus het echte de verhalen. En dan heb je ook, denk ik, een ander soort luisteraar. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar die houden weer heel erg van, wat is nou een avontuurlijke mindset? Dus die zitten meer op dat kennisniveau. Dus ik vermoed, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik zou dat wel een keer willen onderzoeken. Dat er verschillende mensen naar verschillende podcasts luisteren. Dus ik denk dat het zoiets is. En maar ik merk over het algemeen dat ze wel allemaal ongeveer gelijk worden beluisterd. Ja. Interessant. Dus grote namen doen het ook altijd goed, hè? Hoor ik je zeggen. Ja, en je had het ook over de titel. En die titel zet ik heel veel mee te spelen. Dus op een gegeven moment plaats ik mijn podcast. En dan kijk ik wat er gebeurt. En dan loop ik nog eens een keer een rondje. En dan pas ik weer wat aan. En dan vind ik hem... Ik verander hem ook een aantal keren, voordat hij echt definitief wordt. Dus ja, voor mij... Ik plaats eerst die podcast en dan vormt die artikels of die titel zich verder in mijn hoofd. Ja, dus wat zijn dan de ingrediënten van een goede titel voor jouw gevoel? Ingrediënten is dat die inhoud weergeeft. Dus dat het moet weergeven waar het zo ongeveer over gaat. En je weet natuurlijk dat er allemaal zijpaadjes zijn en verborgen paadjes. Maar wat is de hoofdlijn? Wat is van het podcastinterview? En tegelijkertijd mag die ook wel een beetje chockeren. Of ja, hij moet pakkend zijn, moet aantrekkelijk zijn. Dus ja. Ik zie hier bijvoorbeeld reizen mannen anders dan vrouwen. Dat prikkelt gewoon heel erg de nieuwsgierigheid. Een gesprek met een reismannenblogger. Nou ja, superleuk. Ja, precies. Leven nou, toen heb ik dus ik heb toen mijn collega geïnterviewd. Dus, en mijn collega die heeft dus een mannenblog, reismannen. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Dat zij als reactie op alle blogmeisjes hebben zij reismannen opgezet. Dus ik dacht van ik ga gewoon vragen voor de podcast. Hij is geen bekende naam, nog niet, maar hartstikke leuk verhaal heeft hij. Ik ken hem natuurlijk ook persoonlijk. Hij heeft ook veel humor, dus het is een heel leuk interview. En ja, dan kies ik inderdaad voor zo'n redelijk chockerende titel of aandachttrekkende titel als reizen mannen anders dan vrouwen. Dus ja, leuk. En het is een van de vragen die erin voorkomt, maar ja... Met reismannen moet je natuurlijk, is het wel een belangrijke vraag. Ja, leuk. En ik zie hier bijvoorbeeld ook Tim Voors over zijn leven na bestseller Alleen. Dat is dan de titel van zijn bestseller. Wat ik daar leuk aan vind is, het gaat natuurlijk heel vaak een interview over zijn bestseller. Maar dit gaat over zijn leven na bestseller Alleen. Dat vind ik zelf ook echt een hele prikkelende, goede titel. Ja, dank je. Ja, dat komt... Ja, hij is ook wel met een nieuw boek bezig. Volgens mij heet het Samen, maar... Dat heeft zich eigenlijk gevormd in die periode tussen Alleen en tussen het boek waar hij nu mee bezig is. Dus, en dat hele proces, ik vind dat razend interessant. Ja. En dan een 10-jarige op wereldreis, die vind ik ook echt wel heel interessant. Dus dat eventjes over titels en wat mij daarin opvalt. Dus dat doe je hartstikke goed. Je gaf wel eventjes aan hè, dat je zei van, als ik nu dan de eerste aflevering terugluister, dan is dat toch nog wel redelijk, volgens mij zei je het woord statisch... En ik ben dan heel erg benieuwd, wat is dan het grootste verschil? Wat je, welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? Wat zie je daarin? Ja, ik denk omdat ik de eerste keer toch redelijk zenuwachtig was. Toen met Margriet Sitskoorn was dat ik toen heel erg me aan vragen vast heb gehouden. Dus ik had allemaal vragen genoteerd op een blaadje. Terwijl ik merk dat ik steeds meer naar het rijgen toe ben gegaan. Dus iemand geeft een antwoord... En daar ga ik op voorborduren. En dan heb ik nog steeds wel open, de lijst met allemaal topics. Dat heb ik wel met open vragen. Dus het is wel van, dit wil ik aan de orde laten komen. Maar het is meer nu dat ik echt helemaal luister naar iemand. En daarop voorborduur. En dan krijg je interessante gesprekken. En ik ben gewoon wat losser geworden. Ik merk op een gegeven moment, wat ik zelf heel leuk vind in interviews, is humor. En op een of andere manier probeer ik dat er altijd toch wel een beetje in te brengen of zo. Dus ik hou er ook wel van om mezelf af en toe voor gek te zetten. En ja, dat doe ik ook op mijn platform altijd wel. Ik vind dat gewoon belangrijk. Ik vind ook juist als avonturier moet je dat kunnen. Van je hoeft ook niet altijd maar alles perfect te doen is dat ook weer. Maar het geeft ook naar de luisteraar iets heel luchtigs. Dus ja, ik vind humor heel belangrijk. En dat zit er steeds meer in. Mag er nog wel wat meer in komen. Dus soms denk ik van, dat vind ik mezelf nog wel een beetje stijfjes. Maar ik probeer leuk te zijn. Ja, steeds meer humor te krijgen. Ja, en dat het ook leuk is om naar te luisteren. Dat is eigenlijk ook precies. Ja. Nou ja, goed, ik vind je interviews, wat ik van je heb gehoord, heel goed. Dus ja, misschien is het dan omdat het steeds beter is geworden. Dat weet ik niet, maar ik vind ze heel goed. Dus als je luistert naar dit interview en wil weten hoe je een goed interview doet, dan ga eventjes naar de Avontuurlijk Leven podcast. Wat is de grootste les of het grootste inzicht wat je hebt tot nu toe als het gaat over podcasten? Dan kom ik toch weer bij dat gewoon doen. Ja. Dus niet twijfelen, als je echt iets hebt met podcasten, maak er een avontuur van. Kijk maar wat eruit komt. Ga maar uit je comfortzone. Ga maar die uitdagingen aan. Zoek je mentoren op. Ja, en je krijgt altijd een moment waarop je denkt van nee, ik ga hier niet mee door. En juist op dat moment gebeurt er iets en dan moet je doorzetten. Dat is heel belangrijk. Want dat betekent dat er iets is. Dus ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En nog, als ik er nog één mag noemen, is volg echt je passie. Dus voor mij is dat avontuurlijk leven. Ik zou er echt een hele dag over kunnen praten, over avontuur en avontuurlijk leven. Maar volg echt je passie, je ster in de hemel die jij ziet. En ga gewoon die drempel over. Dus ik praat nu heel erg in avonturierstermen natuurlijk. Maar ga gewoon de drempel over en doe het. Ja. Oh, mooi. Ja. Mooi. En het is altijd de eerste kilometers, om het zo maar te zeggen, die zijn lastig. Dat is, ook in avontuur is dat zo. Dat voelt altijd heel chaotisch en heel vervelend misschien wel. Maar ja, je merkt wel dat als je daar eenmaal mee bezig bent en dingen lukken, ja, dan is het ook zo goed. Het is goed voor je zelfvertrouwen, voor je veerkracht. Het is voor alles is het goed. Je krijgt er meer kennis door, meer wijsheid. Dus gewoon blijven doen. Ja, vooral niet opgeven. Nu heb je natuurlijk al een aantal dingen genoemd die jouw podcast je hebben opgeleverd. Hè? Je hebt een ingang gekregen bij Columbus Travel. Denk je dat dat niet was gebeurd als je geen podcast zou hebben? Nee, dan was dat niet gebeurd, denk ik. Ja, misschien wel als ik had gezegd van nou, ik wil artikelen schrijven voor Columbus Travel. Dan had ik dat misschien wel gehad. Maar ik vond het... ik hield een platform al in de gaten. Ik heb een tijdschrift. En ik had echt het gevoel van nou, hier mist gewoon een stuk... Ja, je mist gewoon een leuke podcast die heel persoonlijk is. Ja. Dus nee, het paste eigenlijk zo goed bij Columbus Travel. Dus ja, en dan is het natuurlijk altijd uitproberen van hoe ze reageren. Ja. Gaan ze ja zeggen of hebben ze zoiets van nou nee, we hebben hier geen belangstelling voor. Dus, maar ja, ze waren heel welwillend en heel enthousiast. En kreeg meteen een ontzettend leuke reactie van de hoofdredacteur Mark McIntosh. Van fantastisch, dus... Ja, dus dat werkte heel goed, ja. Dus was ik heel blij mee. Ja. Nou, daardoor heb je dus een ingang gekregen bij heel veel, bij een mooi netwerk ook, hè? Gaf je aan. Precies. Ja. Het levert je kennis op. En je gaf ook nog eerder, dat hebben we nog niet besproken, maar aan dat je een mooi boekencontract hebt gekregen. Hè? Kun je daar wat over vertellen? Ja, precies. Ja. Dus mijn eerste idee voor boek, dat was een paar jaar geleden, is dus vastgelopen toen. Er waren problemen met de uitgeverij. En toen ben ik Alice Goes Wild begonnen, mijn platform op dit moment. Nou, daar ben ik steeds meer gaan uitbreiden. Toen ben ik de Avontuurlijk Leven Podcast ook begonnen. Ook voor Alice Goes Wild, maar ook voor Columbus Travel. Dus hij wordt eigenlijk op 2 plekken gehost. En ineens werd ik benaderd door een literaire agent of ik een boek wilde schrijven. Dus voor mij was het ineens een omgekeerde wereld. Wat mij eerst niet lukte, is mij wel gelukt door zichtbaar te zijn. Het is natuurlijk doodeng om zichtbaar te zijn, dus dat is natuurlijk wel zo. Maar ik merk wel dat het me juist dit heeft opgeleverd. Dus ik ben benaderd door een literaire agent. En vervolgens heb ik een stuk wat ik al had geschreven, heb ik nog even bewerkt, heb ik het toegestuurd. En dan heb ik een boekencontract bij uitgeverij Querido, wat natuurlijk een van de mooiste uitgeverijen van Nederland is. Wow. Het is een literaire uitgeverij. Dus ja, ik ben dolgelukkig. Dus ik zit nu helemaal midden in het schrijfproces. En het gaat eind dit jaar of begin volgend jaar uitkomen. Ja, fantastisch. Ja, ik vind het echt indrukwekkend wat jouw podcast... Ja, je allemaal tot nu toe heeft opgeleverd, ook echt als expert. En dat is ook jouw doel, hè? Je wilt ook echt die avontuurlijk leven expert van Nederland zijn. Ja. En ja, wat ik zo hoor van jou, is jouw podcast daar echt een heel mooi instrument om dat te bereiken. Absoluut. En je wordt ook steeds makkelijker gevraagd als spreker. Ik heb nu ook een paar keer dat ik als spreker ben benaderd. Dus ik heb bijvoorbeeld voor World Wildlife Fund heb ik iets gedaan. En binnenkort voor een gemeente. Dus dat merk je ook. Van als spreker word je natuurlijk ook steeds vaker gevraagd. Mensen die kennen je stem. Ze weten met welke onderwerpen je bezig bent. Dus maakt het allemaal een stuk makkelijker. Indrukwekkend wat jouw podcast je tot nu toe heeft opgeleverd. Vind ik echt wel heel bijzonder hoor. Ja. En ook natuurlijk superleuk dat je het zo leuk vindt om het te doen. Ja. Ja. Waar staat jouw podcast over 5 jaar, Brigitte? Wat denk jij? Bestaat die nog? Wat heb je dan bereikt met je podcast? Ja, die bestaat zeker nog. Voor mij is het een van mijn manieren om te communiceren naar het publiek. Een van de manieren ook om ook aan kennis te komen, om aan netwerk te komen. En ik denk dat die steeds meer ook... ja, geïntegreerd gaat worden met mijn eigen platform. Dat is hij nu al, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, op social media enzovoort. Dus ja, ik zie hem zeker nog bestaan. En het is een onderwerp wat soort van onuitputtelijk is. Je kunt er zo ontzettend veel mee doen met dit onderwerp. Dus dat, ja, in die zin hoop ik dat het alleen maar groter gaat worden. Ja, en ik merk het ook van hoe langer je podcast, hoe groter het wordt ook. Dus dat is ook heel leuk om te zien. Oh, gaaf. Ja, heb jij nog een gouden tip voor degenen die nu aan het luisteren zijn en die ook willen gaan podcasten of ervoor willen zorgen dat ze ook vaker gevraagd worden als spreker of benaderd worden door een literair agent? Wat is jouw gouden tip? Ja, dat is best een beetje moeilijker, want ik heb natuurlijk al een paar ideeën gegeven. Ja, ik denk toch ook... Denk zo gek mogelijk. Denk anders. Dat is het misschien wel, ja. Probeer niet de begaande wegen te lopen. Het klinkt ook heel erg een avonturiersterm natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, ik had zoiets van... nou, waarom zou ik niet bijvoorbeeld Columbus vragen... om samen die podcast uit te gaan brengen? Nou, uiteindelijk ben ik daardoor redacteur geworden... maar het levert mij ook enorm veel andere dingen op. Maar zo dat out of the box denken... van hoe kunnen dingen op een andere manier... Ik denk dat dat heel erg leuk is. Dat wees creatief met je eigen ideeën, wat er allemaal wel kan. En laat je nooit beperken. Dus die beperkende overtuigingen van ik kan het niet, of het hoort zo, of nou, noem maar op. Dat is allemaal... daar kom je gewoon niet verder mee. En ik merk zelf dat... ja, nu wil ik dus misschien... solo-afleveringen gaan doen ook, of nou, noem maar op. Dus er kan gewoon heel veel op het moment dat je out of the box denkt. En ik merk ook met hoe meer mensen je praat, hoe meer kennis je opdoet en hoe opener en groter je wereld wordt. Dus, en dan heb je eigenlijk gewoon een hele koektrommel van ideeën waar je uit kan kiezen. Van nou, misschien wil ik dit wel, misschien wil ik dat wel. Dus dat is ook nog een keer. Dus maak je wereld zo groot mogelijk ook. En stel je nou voor, want jij bent nu natuurlijk jij bent avontuurlijk leven expert, dus ik ga het gewoon vragen. Je bent ook echt wel expert op het gebied van mindset, op het gebied van comfortzone. Want stel je nu voor dat er iemand luistert en die vindt dat toch nog wel een beetje spannend. Ook dat hele zichtbaar, of in dit geval hoorbaar worden. Wat voor tip zou je daar aan deze mensen willen geven? Ja, over het algemeen, over de comfortzone zou ik zeggen van... een comfortzone is een elastiekje waar je iedere dag wel een beetje aan kan trekken. Dus doe voor jezelf gewoon dingen die uit jouw comfortzone zijn, elke dag. Maar dat kan heel simpel zijn. Maak eens een keer een gerecht wat je normaal nooit zou maken. Stap eens op iemand af waar je nog nooit op af zou stappen. Loop eens een rondje op een andere manier. Ga eens een keer naar een andere... Dus dat zijn allemaal dingen waarop je je comfortzone kunt trainen om... ja, om later steeds wat meer uit je andere comfortzones te kunnen stappen. Dus, dus ook al die tips die ik straks al gaf over de comfortzone. Van zoek een mentor. Probeer het toch gewoon te doen. Je belemmerende overtuigingen eens even op papiertje zetten. Van nou, hoe kun je er iets positiefs van maken? Leuke uitdaging. Ga niet in een slachtofferrol zitten, maar ga in een heldenrol zitten. Dus in plaats van te denken van, nou, hoe kan dit niet? Het is te moeilijk. Ga zitten in de rol van, nou, hoe kan dit een leuke uitdaging worden? Dus dat is echt, de avontuurlijke mindset noem ik dat eigenlijk ook wel. Dus dat je gewoon doen, ja. Dat soort dingen. Dus ik denk als je op die manier steeds meer gaat denken en dat traint, want het is volgens mij ook een beetje trainen van die mindset... Dan lukt het op een gegeven moment wel. Ja, heel erg mooi dat je aangeeft van dat ook in de kleine dingen... dat je daar al mee kan trainen, zeg maar. Dus dat vind ik heel interessant aan wat je zegt. Ja, je kunt met hele kleine stapjes beginnen. Dus dat zegt volgens mij Confucius zegt dat ook. Een reis van 1000 kilometer begint met 1 stap. Dus zo moet je het zien. Oh, mooi. Ja, prachtig. Zijn er nog dingen die onbesproken zijn geweest in dit interview, waarvan je zegt van ja, dat wil ik nog wel meegeven of dat zou ik nog wel graag willen zeggen? Nee, volgens mij is het dit wel, ja. Nou, hartstikke goed, Brigitte. Dan wil ik je heel erg hartelijk bedanken voor je tijd en voor je waanzinnig inspirerende topic en je wijsheid en je tips. Ik vond het in ieder geval heel gaaf om je te mogen interviewen. Nog even voor degenen die jouw podcast willen opzoeken. Hoe heet jouw podcast ook alweer? De Avontuurlijk Leven Podcast. Ja, super. Dankjewel. Ja. Jij ook heel erg bedankt voor het inspirerende interview. Superleuk dat je weer keek naar een aflevering van de Podcast Masters Podcast. Dankjewel. Wist je dat je heel simpel kunt abonneren op dit kanaal? Klik onder deze video op de rode abonneerknop en dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. Ben je door deze aflevering nu enthousiast geworden? Wil je nu eindelijk ook je eigen podcast starten? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Een gratis podcast stappenplan waarin je op 1 A4'tje jouw eigen podcast start. Ook als je nu nog niet zo goed weet waar je podcast over zou moeten gaan. Of als je jezelf afvraagt, ja, zit er eigenlijk wel iemand op mijn podcast te wachten? Misschien zie je op tegen de technische shizzle. Ga naar miriamhegger.nl/stappenplan en daar download je het stappenplan helemaal gratis.